het Hapnap Festival is eigenlijk ontstaan door vroeger in de jaren 60, 70 was het jongerencentrum Hapnap. En oude Hapnappers hebben in 2006 de koppen bij elkaar gestoken. En toen is het eerste festival ontstaan. Voor mij is het drijfveer. Ik zit vanaf het eerste festival was ik als bezoeker. Tweede festival als vrijwilliger achter de bar. Later als penningmeester. En dan nu als voorzitter. Het is gewoon heel leuk om te doen. Maar mijn ouders zijn ook van vroeger uit Hapnappers van het jongerencentrum. Dus eigenlijk toch een beetje met een paplepel ingegoten. De eerste keer voorzitter Hapnap. Ja, klopt. Uitdaging, spannend, leuk. Andries de Groot, die had gewoon hard voor het festival. Die heeft er echt ontzettend veel voor gedaan. En die vond het ook heel moeilijk om los te laten. Dus het, zijn laatste jaar en eigenlijk mijn eerste jaar hebben we gewoon samen opgelopen. Zeg maar, hij heeft mij aan iedereen voorgesteld en alle ins en outs verteld van hoe... Wat het voorzitterschap betekende. Het Hapnap Festival speelt zich af in het Schelfhorstpark. Wat? Prijs is natuurlijk voor ons heel belangrijk, omdat wij een gratis festival zijn. En wij als doelstelling hebben dat het voor jong en oud is. Ongeacht je achtergrond. Ook voor de minima-inkomen, dus daarom hebben wij ook geen intree. Want het is namelijk zo, hebben de kinderen plezier, hebben de ouders ook plezier. We hebben de djembe, daar kunnen ze gratis workshops doen, zeg maar. Wij zijn inderdaad bezig om te kijken van, kunnen we van die plastic bekers, omdat het toch wel veel rommel geeft, om over te gaan op statiegeldbekers. We zijn hier ook voor bij de gemeente geweest met andere evenementen om te kijken, is dit haalbaar? Nou, dit is voor ons niet haalbaar, omdat wij gewoon... geen spoelmogelijkheden hebben en dan moeten wij gewoon zoveel bekers inhuren die gewoon schoon eruit gaan en weer velden in. Ja, dus je kunt duidelijk zien dat er inderdaad een groei in zit. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ja. Ook vanuit het Westen dat je al hoort dat mensen ons festival kennen, dat ze gewoon deze kant op komen en bij vrienden blijven slapen. Ook al de vraag gekregen, God, hebben jullie een camping waar we kunnen overnachten? Ja, hebben we helaas niet. Bij de Stam is natuurlijk al heel lang de grote prijs van Twente. Daar doen beginnende bands aan mee. En de band die wint, die krijgt dus bij ons een podiumplek. Want wij vinden het ook heel belangrijk dat bands die beginnen, dat die ook die ervaring hebben. En dat ze ook backstage ook de wat kennis kunnen maken met de grotere bands. Dus het is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Het verschil van een beginnende band en een band die al oude rotten zijn in het vak. Het mooiste voorbeeld vind ik vorig jaar met de P-Shifters. Die waren aan het optreden dat Thijs Verleer van Focus gewoon op het veld stond voor het podia. En zat te genieten van deze jongens die daar gewoon een mooie optreden gaven. Ja, dat is gewoon mooi. Het mooiste vond ik, bij mij de kers op de taart is, dus op het moment dat ze zeiden van Ursula, je moet even achter bij het podia kijken bij vuur. Dat je dus richting publiek kijkt en dat er gewoon echt zoveel bezoekers zijn. Echt gewoon nog voorbij de FOH-tent. En dan denk je, ja, hier doe ik het voor.